Rond 11 uur komt de kraan aan in Dordrecht. En dat trekt aardig wat bekijks, want voor de kenners is het echt een bijzondere kraan. Ja, die komt van Amerika, hè? Net na de oorlog, Marshallhulp. En die werd in die kraan in Rotterdam gebracht. Want wij hadden niks meer, alles lag in de puin natuurlijk. Dus toen kwamen die Amerikanen met die kranen. En daar is deze nog van overgebleven. De kraan kreeg de bijnaam American Revolver. En werd vervolgens ruim 40 jaar gebruikt door scheepsloperij Rijsdijk en Hendrik Ido Ambacht. Maar nu mag hij dus wat extra karakter geven aan de Dordtse nieuwbouwwijk op de Stadswerven. Ja, het is een heel mooi moment. We zijn wel enige tijd op zoek geweest naar een beetje authentiek kraantje om hier weer te plaatsen in dit gebied. Omdat hier ook oorspronkelijk heel veel kranen hebben gestaan. Het is natuurlijk een industrieel gebied geweest. En we willen graag toch die uitstraling, dat karakter van dat gebied op enkele punten graag benadrukken. Met een platformwagen wordt de kraan heel langzaam en voorzichtig naar de juiste plaats gereden. Hij komt precies op de plek waar vroeger op scheepswerf de Biesbos de schepen gebouwd werden. Een mooi eerbetoon vinden ook de oud-medewerkers. Ja, ik heb hier 40 jaar op die plek gelopen. Dus het is toch wel historie. En dan dat er dan een kraan van de Marshallhulp daar neergezet wordt. Het is toch wel, wel een gedenkwaardig plekje geworden. Voor mij tenminste. Iets na 2 uur staat de American Revolver dan echt op zijn nieuwe plek.